Een hele goede morgen en super leuk jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Nee, ik ben niet onthoofd, dus niet alleen mijn hoofd. Ik lig lekker in bad. En ik had net leuke nieuws gehad dat de foto's van Zoemeya, haar fotoshoot, eindelijk online staan. Dus ik kan niet wachten om ze met jullie te delen. Dus ik dacht, terwijl ik in bad lig, ga ik ze bekijken en met jullie delen. Doe dit vast een duimpje omhoog. Vergeet niet alvast een duimpje omhoog te doen. En iedereen te abonneren als je dat nog steeds niet gedaan hebt. Dan, Zoemeya had een fotoshoot vorig jaar mei. Was het mei? Volgens mij wel vorig jaar mei was het. In ieder geval ergens vorig jaar. En ze zeiden ook, foto's duren lang voordat die online komen. Want ze zijn voor zomer 2023. Nou, dat is het nu bijna. Dus de foto's zijn nu online gekomen op hun website. En die wil ik natuurlijk heel trots met jullie delen. De kinderen zijn zelf nu op school. Dus die hebben ze ook nog niet gezien. Die laat ik zien. Ik laat de foto's aan hun zien als ze straks thuis zijn natuurlijk. Dus als eerst ga ik ze met jullie delen. Dan vorig jaar mei dus ongeveer was het opgenomen de fotoshoot. Het was helemaal niet zo warm weer. Dus ze moesten best wel veel jurkjes aan. En een keer een badpakje moesten aan. Het was helemaal niet zo warm weer. Maar het was wel een mooie locatie in Amsterdam. Bij een strand. Dat was wel echt heel mooi. Dat zou je ook terugzien op de foto's. Als je de foto op dat voor A Roof of Amsterdam. Als je die website opent, zal ik even kijken. Dan zie je daar een foto van Zoemeya. Er zit rechtsonder. Is het ook rechts voor jullie? Spiegelbeeld misschien. Zit daaronder gebukt. Net onder ziet er volgens mij zo'n blauw badpakje aan. Dan, als je naar beneden scrolt op de website, dan zie je deze foto van Zoemeya. En als je dan nog een beetje naar beneden gaat, zie je deze foto van Zoemeya. Ik ben zo trots. Echt serieus. Het is toch gewoon echt een modelletje dit? Ze is toch gewoon echt een modelletje? Oh, zo leuk. Trouwens wel de foto's al eerder gekregen via de mail. Maar mochten ze nog niet delen natuurlijk. En nu kregen we de melding. Of tenminste kregen we ook via te horen. Dat de foto's op de website staan. Dus nu mogen ze pas delen natuurlijk. Dus ik had wel een beetje wat eerder gezien hoor. Dan als je op de website bij de zwemkleding gaat kijken. Heb je dit blauwe badpakje. En die had Zoemeya. Ah, ze zien verschillende foto's van Zoemeya. Met het badpakje aan. Super schattig. Maar ze hadden dus een teltje met water neergezet. Maar de kinderen gingen daar echt niet in. Het was veel te koud buiten om in dat water te gaan. Het water was ook koud volgens mij. Dus die wouden daar echt niet in hoor. Maar als ze er gewoon leuk bij stonden, was het ook al leuk genoeg voor de foto's. Als je hier terug kan zien. Als je gaat naar de vestjes, zie je zo'n bruin vestje. Die had ze mee aan op de fotoshoot. Dus dan zie je zo'n yes foto's weer. Echt heel trots ben ik. Even een trotse mama hoor. Even een momentje met jullie delen. Ook dat broekje aan. Dat zijn voor mij dezelfde foto's als dat vestje van hiervoor. Dus voor mij zijn het dezelfde foto's. Weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar ze blijft leuk. Had dan nog dit gekleurde vestje aan. Oh, schattig. Echte fotomodelletje is het hoor. Echt waar. Ik vind het ook echt steeds leuker hoor, die fotoshoot. Dan had ze hier bij de fotoshoot een jurkje aan. Eindelijk een jurkje. Ze draagt nooit jurkjes, als jullie weten. Maar voor een fotoshoot doet ze natuurlijk doet ze het aan. Ze wist dat ook niet erg hoor. Dus dan voor de fotoshoot wil ze het wel aandoen. Dus hier zie je hoe schattig en leuk het zo mee haar jurkje staat. Echt leuk. Dan had ze ook nog een soort blouse jurkje. Ook super schattig. Staat ook echt goed. Misschien komt ze ooit in een fase met jurkjes. Dan haal ik in ieder geval zoiets. Het is echt heel leuk. Ik hoop dat jullie snapten dat. Ik kon niet wachten om dit te delen met jullie. Zo trots ben ik. Zo schattig. Mijn kleine fotomodel. En dan ga ik nu even verder genieten van mijn relax momentje in bad. Zonder de kids. Want die moet ik zo weer ophalen van school. Hoop ik toch dat jullie het een leuke vlog vonden. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze gekke vlog. Terwijl ik in bad lig. En mocht je nog geen duimpje omhoog hebben gedaan, doe dat alsjeblieft. En vergeet niet te abonneren, want morgen komt er alweer een nieuwe vlog aan. Tot morgen.